Het complex staat al jaren te koop, maar wordt sinds 2013 gehuurd door Harry Putz. Hij is overdonderd door de mededeling dat de manege plaats moet maken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Maar het was inderdaad een donderslag bij helder hemel voor ons. Ja, we hebben een plan in Woudbrugge om 200 appartementjes te creëren voor tijdelijke arbeidsmigranten. Er komen appartementen van 32 vierkante meter, een parkeerplaats, ruimtes voor bijeenkomsten en opslag. Dit gaat allemaal tegen de vlakte. En wat hier wei is, daar wordt gebouwd. Om het huisvesten van arbeidsmigranten mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd en moeten provincies Zuid-Holland instemmen met het initiatief. De manege heeft nog een huurcontract tot eind volgend jaar. Nou ja, het weggaan is natuurlijk heel vervelend. Hè? Ik heb nog een behoorlijk contract. Hè? Dus in eerste instantie gebeurt er niks. En in tweede instantie is het natuurlijk ook zo dat de vergunningen er nog niet zijn. Dus wij blijven hier nog een tijdje zitten. Zeker tot eind volgend jaar. Het zou een hele mooie oplossing zijn als wij in deze situatie een andere stal of een nieuwe stal zouden kunnen krijgen. Flexwonen.nu wil actief meedenken om een andere locatie te vinden. We gaan ons best doen om te kijken of er een mogelijkheid is om daar een andere locatie voor te vinden. Mocht dat niet lukken, dan is het slecht nieuws voor de 10 mensen die een bedrijf hebben wat een relatie heeft met de paardensport. Mensen die osteopathie doen, natuurgeneeskunde, een hoefsmid en dat soort dingen. Dat zijn allemaal mensen die dus redelijk gedupeerd zouden zijn als dit zou verdwijnen. De gemeente Kaag en Braassem heeft laten weten dat het aan de initiatiefnemer is om op zoek te gaan naar een geschikte locatie.